België en Nederland hebben al een lange traditie op het gebied van grensarbeid. Zo werkt de Belg Jos Machiels al 33 jaar met plezier in Nederland. Nederlanders zijn al iets beter van taal als Belgen, zoals we dat zo al zeggen. Hè. Het gaat ook een beetje gemoedelijker op het werk, dus niet zo direct altijd gespannen. Sappi, in het Belgische Lanaken, heeft net als Netcar een ruime expertise opgebouwd in zaken grensarbeid. Hier werken 10% Nederlanders. Ja, het is beter geworden dan wat ik gedacht had, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen dat de overgang van Nederland naar België eigenlijk heel soepel verlopen is. Ik heb ook in de tijd dat ik in Nederland werkzaam was, altijd veel projecten gedaan hier in België. We zijn ook door de collega's hier goed opgenomen. Dus in het begin dacht ik, ja, dat denken ze weer, dan komen die Hollanders weer de grens over. Maar dat moet ik zeggen, dat viel toch wel mee. We zijn goed geaccepteerd. Werken over de grens was in het verleden niet altijd evident wat betreft wetgeving of belastingen. Dankzij een betere samenwerking over de grenzen heen zijn er de laatste jaren heel wat obstakels uit de weg geruimd. Dat klopt wel. Dus ik kan even zeggen, dus in die tijd waren wij onderhevig dus voor de sociale wetgeving aan de Nederlandse wetgeving eigenlijk. En voor de belastingswetgeving moesten wij eigenlijk onze belasting afdragen in België. Dat was niet prettig in de tijd toen, dus dat je eigenlijk naast een collega werkte en die eigenlijk in guldens, laat maar zeggen, toch iets meer in netto in de zak had dan een Belg op dat moment. En dat is gelukkig rechtgetrokken. De jongeren die willen steeds iets nieuws proeven. En als je hier al 20, 25 jaar in het Belgische landje rondloopt, ga ook eens proeven aan de andere kant van de grens. Bevalt de smaak je niet, je weet hoe het hier smaakt, kun je nog altijd terugkomen. En zo is grensarbeid vandaag interessanter dan ooit. Jongeren kiezen steeds meer voor een job over de grens. Dankzij initiatieven zoals EURES wordt de koudwatervrees om over de grens te gaan werken alsmaar kleiner. Zo zijn Duitse werknemers bijvoorbeeld heel enthousiast over een job in Nederland. Ah, dat is zeer aangenaam, op jeden geval. Ik heb jetzt nog niet zo veel in Duitsland gearbeitet, dat ik dat irgendwie vergelijken könnte. Maar ja, ik zou schon zeggen dat het arbeidsklima op jeden geval veel ruhiger is. Die medewerkers zijn vriendelijk, man bekommt veel erklärt. Het maakt Spaß. Die atmosfeer is een beetje angenehmer als in Duitsland. Daar gaat toch alles ziemlich unpersönlich ab. En naja, man is sehr oft nur eine Nummer. GDO werkt samen met EURES en de Duitse scholen om jongeren te recruteren. Nadat we enige tijd waren op zoek op de Duitse markt en met wisselende succes zijn we met EURES in contact gekomen. Die hebben ons toen geholpen aan de eerste mensen en op een gegeven moment zijn we ook met hun opleiding gaan oppakken. Waar we nu de tweede keer achter elkaar succesvol drie jonge Duitsers in dienst hebben. Die in Duitsland de theorie doen en in Nederland de praktijkopleiding. Ook bij Van Aarsen machinefabrieken in Pamheel horen we alleen positieve verhalen over grensarbeid. Hier werken zowel Belgen als Duitsers. Ik had een omschulung gemaakt in Duitsland en dan is die firma Van Aarsen daar hinten zu ons in de school gekomen. Die hebben een goed aanbod gemaakt en heb ik zugeschlagen. Gefällt mir wirklich goed hier. Also die Leute sind alle sehr nett, haben mich auch gut aufgenommen, auch wenn ich aus Deutschland komme, das macht überhaupt nichts aus. Sind alle wirklich freundlich. Arbeitsklima ist gut, Bezahlung ist gut und ja, die Technik hier, Qualität wird alles viel Wert drauf gelegt. Alles super. In de EU-regio werken duizenden mensen over de grens en dat biedt dikwijls veel voordelen. Zo koos Georges Rooks uit het Belgische Veldwezelt in 1975 voor een carrière in Nederland. Beroepsinhoudelijk denk ik dat de fysiotherapie een ander niveau heeft, met name op werkvloerniveau, dan dat in België het geval is. Hier is het gebruikelijk dat er een uitgebreid opleidingsplan goedgekeurd wordt. En op die manier kunnen de therapeuten datgene wat van hen verwacht wordt op hun beroepsinhoudelijk vlak, kunnen ze ook heel goed bijspijkeren. Kom nog eventjes de bloeddruk bij u meten. Ook Steffi Bas uit Hasselt koos net als 600 andere Belgen voor een loopbaan in het ziekenhuis van Maastricht.
Voordelen zijn gewoon dat het hier anders werken is, toch wel. Ik vind dat hier de band tussen verpleegkundigen en studenten toch beter is. Studenten, verpleegkundigen hier in Nederland zijn eigenlijk hetzelfde als verpleegkundigen en worden niet behandeld als studenten eigenlijk. Wel, er zijn meerdere voordelen om hier te werken. Bijvoorbeeld carrièrevorming in een universitair ziekenhuis, zoals het Academisch Ziekenhuis Maastricht is, werken wij met heel veel gespecialiseerd verpleegkundigen die hier verder opgeleid kunnen worden om ook dat niveau te bereiken. En ook de nabijheid natuurlijk van dat grote ziekenhuis is voor veel mensen korter bij dan een gelijksoortig ziekenhuis in het Belgische. En jij dit? Van grote cultuurverschillen is er tussen beide Limburgen nauwelijks nog sprake. De Nederlanders zijn veel opener en ja, dat merk je toch wel. Ja. Zeggen ook gewoon wat ze te zeggen hebben en zijn ook socialer, vind ik wel. Sterker nog, ik denk dat de Nederlandse Limburgers zich meer aangetrokken voelen tot België en Vlaanderen dan dat men zich aangetrokken voelt tot het gedeelte boven de Moerdijk. Werken over de grens is anno 2013 een heel stuk gemakkelijker geworden. Jongeren die over de grens werk zoeken, kunnen rekenen op de steun van diverse organisaties, zoals vakbonden, bemiddelingsdienst of arbeidsbureau en het EURES-netwerk. Wij kunnen met heel veel vragen bij EURES terecht. Zij doen ook een stuk werving voor ons. Zij zoeken potentiële kandidaten. We doen een stuk speeddating samen met hun. Dat wordt perfect geregeld. En dan heb je ook nog Team GWO en het Bureau Belgische Zaken. Er zijn heel veel mensen die er met vragen zitten. Een inwoner van België bijvoorbeeld, die dat over de grens in Nederland of in Duitsland werk gaat zoeken. Die kunnen wij dan informeren waar dat hij of zij tegenaan loopt. Waar moet ik belasting betalen? Bureau Belgische Zaken, daar maken wij mee samen op spreekuren. En zij informeren dan over sociale zekerheid. Dan moet je denken aan pensioenopbouw, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslagrechten. Werkloosheid richten. Dat is alles wat onder sociale zekerheid valt in beide landen. Tot slot worden regelmatig jobbeurzen georganiseerd om jongeren te stimuleren om over de grenzen heen te kijken. Ben, moi, je suis prêt à travailler dans toute la Belgique, en fait. Donc, Flandre ou pas Flandre, je suis prêt à faire les efforts pour apprendre la langue. J'aurais même préféré aller dans une autre région ou bien dans un autre pays travailler. Et pourquoi? Ben, j'aime bouger, j'aime découvrir, j'aime être au contact d'autres cultures, alors ça m'intéresserait. Pour le moment, ici dans la région de Liège, l'emploi c'est pas très facile, donc j'avais pensé déjà migrer vers Bruxelles pour trouver un emploi. Et finalement, Maastricht c'est à 30 km de Liège, donc ça peut être intéressant aussi. Quand on cherche pas de barrières. C'est comme l'amour, dans l'amour il n'y a pas de barrières. Wilt u ook uw grenzen verleggen? Surf dan naar deze website.